Ja, de ene belevenis is de andere niet. Oftewel, de ene belevenis is nog mooier dan de andere. En dat geldt zeker voor deze lepelaar. Ik zat lekker vogels te kijken en opeens kwam daar deze lepelaar om aflopen. Fouragerend, jagend door het water. Hij vangt het ene visje of schelpdier of wat dan ook na het andere. Dat zie je, wanneer hij iets gevangen heeft. Dan wipt hij dat op en dan vangt hij het met zijn snavel op en slikt hij het in. En voelt hij met die snavel. Want die snavel staat een beetje open onder water. En daarmee gaat hij door het water. En die snavel is fijngevoelig. Voelt hij een prooidier, dan gaat hij erachteraan jagen. Dan is er opeens even een sprintje dat er wordt getrokken. Maar dat sprintje kan allerlei wilde bochten nemen. Kijk, als hij zo hard loopt, dan heeft hij wat. Hè? Kijk, dan voelt hij of hij wat heeft. Kijk, hij zegt dat hij jagen. Hij jaagt ergens achteraan. Hop. Leuk om te zien. Zeker wanneer hij steeds dichterbij komt. Ja, dit was een argeloze lepelaar. Oftewel, hij vond mij behoorlijk vriendelijk. Hij zag in mij geen bedreiging en kwam steeds dichterbij. De lepelaars zijn er weer. Ze zitten ook al op het nest. Dus weet je, in een kolonie, nou, ga daar dan zeker eens kijken. En geniet van deze prachtige witte vogels. Met die mooie kuif, die gele borst. En natuurlijk met die bijzondere snavel. Lang en zwart, maar met die opvallende gele stip op het eind.